Oké, dat is hem. We gaan eindelijk naar huis. Dit is de trein. We gaan eerst naar Sint-Petersburg. En deze trein gaat ons daar naartoe brengen. Ik heb er echt heel veel zin in. Even lekker slapen in de trein. Ik ben ook echt moe. Dus. Ik hoop dat we een beetje aan slaap toe komen. Hallo. Дышать, просить прощения, кожа розгами спущенная со спины до ноготы, сердцебиение. Свобода связана с кочем рук, свобода испытывать к себе жалость, черной обиды, проглоченный вопля, звук гниющая молодость и ярость. Свобода быть мертвым без всяких причин, лязгая гильзы отстрелянного патрона, свобода ставшая бороздой морщин, сокнутая глубиной поклона. We zijn in Rusland. Alles is hier groot. Het is ook het grootste land van de wereld, dat is duidelijk. En de straten zijn breed en lang. De huizen zijn hoog en mooi. En dit is het Winterpaleis. Dat is het onderdeel van het Hermitage. En de Hermitage is het beroemdste en het grootste museum van Rusland. En het schijnt dat ze hier meer Rembrandts hebben dan in heel Nederland bij elkaar. De Hermitage is inderdaad waanzinnig groot. En zonder kaart verdwaal je er geheid. Hoe kom ik nou naar boven? Er moet een trap zijn. Ik denk dat dit een trap is. De Hermitage bestaat uit 365 zalen in 6 gebouwen. Heeft meer dan 3 miljoen geëxposeerde stukken. Van prehistorische kunsten tot West-Europese kunsten, Russische cultuur, schilderijen, Griekse oudheid, Egypte, Peter de Groot, porselein. Meer dan 20 werken van Rembrandt, maar ook van Jan van Gooien, Jacob van Ruisdaal, Jan Steen, Pieter de Hoog, Paulus Potter, Frans Hals, Vincent van... In al die jaren reizen door verschillende steden in Europa heb ik vaak op stations gestaan en treinen zien vertrekken naar Moskou. En altijd heb ik vol verlangen naar die treinen gekeken. En ooit, één dag, zou ik zelf ook die kant op gaan, was mijn voornemen. En nu eindelijk, na zoveel jaar, sta ik op het punt om op de trein te stappen naar Moskou. Kijk, hier zie je het treinnet. Van volgens mij de oude Sovjet-Unie. Ik begrijp er helemaal niks van. Maar daar middenin, dat rode puntje met dat cirkeltje erom, daar middenin van het land, daar gaan wij zo heen. En de trein die ons naar Moskou gaat brengen, is ook nog eens heel bijzonder. Zal ik je even een rondleiding geven? Kom in. Food department. Met water. Bijt. Kaas. En ham. En dan hier. Pantoffels. Om naar de wc bijvoorbeeld te gaan. En een setje met toiletartikelen. Met een tandpasta, een zeepje met een trein erop. En een schoenlepel. Dat vind ik echt wel handig. Ook handig. Ja. En dit is het mooiste van alles. Het gordijn. En dan hebben we hier onder onze handdoeken. Een stapeltje met lectuur. Zodat het vloerkleed. En de gang. En ook de nodige gordijntjes met gouden, hoe heet het, deze dingen. Gisteren waren we in Sint-Petersburg. Toen dachten we van, dit is groot, dit is druk. Vanmorgen zijn we aangekomen in Moskou. Nou,
kan je zeggen, dit is pas groot en dit is pas groot. Я ношу под мостом, как у кошки под хвостом, а на крыше поезда. Wat een stad. Moskou is oneindig groot. Er wonen in deze stad ongeveer net zoveel mensen als in heel Nederland bij elkaar. Dat merk je aan alles. Communisme is niet meer en men heeft zich vol overgave en overtuiging op het kapitalisme gestort. Hier in dit ultra-chique winkelcentrum kun je allemaal zien wat een geld mensen hier hebben tegenwoordig. Ook het straatbeeld is niet meer, of althans dan zie je nog weinig terug van de oude communistische tijden. Lada's en Trabanten hebben plaatsgemaakt voor Mercedes en BMW's. En ook in dit winkelcentrum kun je heel goed zien wat er voor veel geld te koop is. Dit is het dan. Misschien wel het bekendste plein van de wereld. Het Rode Plein. Hart van Rusland, maar meer nog, hart van de Sovjet-Unie. Dit is ook de plaats waar die Sovjet-parades plaatsvonden. Waar honderden tanks, duizenden militairen en, zoals ik me mee te herinneren, ook nog kruisraketten over dit plein trokken. En dat alles om het Westen te laten zien hoe machtig de Sovjet-Unie wel niet was. Maar nu ik hier op dit plein sta, het is toch iets kleiner dan ik me had voorgesteld. En wat ik me kan herinneren van de foto's en van de beelden. Hier op het Rode Plein bevindt zich ook het mausoleum van Lenin. Na goed communistisch gebruik begraaft men zijn leiders namelijk niet, maar stelt men ze tentoon. Men balsemt ze en legt ze te bezichtigen neer voor het volk. Zo ook met Lenin. Lenin zelf zou liever in Sint-Petersburg zijn begraven bij zijn moeder. Maar Stalin vond dat de pure communistische leider, het pure communistische denken, ook voor het volk te bezichtigen moest zijn. Daarbij zijn zijn hersenen verwijderd en tot op de dag van vandaag zijn onderzoekers bezig met het onderzoeken van de hersenen van Lenin. Te kijken of daar toch niet iets heel bijzonders in zit. Een van de leukste bezienswaardigheden van Moskou is de metro. De metro is gebouwd in de Sovjet-tijd onder het regime van Stalin. 50 cent koop je een kaartje en kan je heel Moskou zien. En dat is erg handig, want Moskou is zo gigantisch groot. Per dag reizen 9 miljoen mensen met de metro in Moskou. Dat is heel veel. Dat is meer dan Londen en New York bij elkaar. Wat het leuke is aan deze metrosysteem hier in Moskou is dat elk station op zich al een museum is. Overal mozaïeken, schilderijen, kroonluchters en overal verwijzingen terug naar de Sovjet-tijd. Plaatjes van Stalin, Lenin en overal kom je ze tegen. Dat is heel bijzonder. Net als in Sint-Petersburg is het in Moskou ook lastig een terrasje vinden. We hebben er een gevonden, maar het is nogal een aparte. En de setting is bizar. We zitten nu bovenop een dakterras. Mensen lopen in lakeienpakjes. Overal tierlantijnen, grote balzalen, een chocolaterie waar mensen zitten in baljurken. Heel onwerkelijk. Als je vanuit druk, hectisch Moskou, je zit hier op een van de drukste plekken. Je stapt een oase van rust binnen. Je hoort het misschien. Wat klassieke muziek. Heel gek, maar wel echt aangenaam.